Yo, yo. Zin in de training? Zeker weten, man. Alles goed? Ja, zeker. Goed om je weer te zien, man. Kijk eens aan. Gisteren nog bijvoorbeeld 4 broodjes gegeten met een beetje cashewboter. Dat maakt niet zo heel veel uit. Mensen zeggen altijd, je mag niet na 8 uur eten. Het gaat gewoon echt om die totale caloriebehoefte. Ik eet liever tot laat en ik eet pas laat. Dus het is nu 3 uur en ik heb nog niet gegeten. Hier gooi ik mijn aminozuren bij het water. Ik heb deze Amino Boost. Zit ook een beetje cafeïne in. Geeft goed energie voor mijn workout. Kijk eens. Wat ga ik doen? Is een beetje ketchup op je ei doen. Oh, dat heb ik ook. Ja? Ja. Gewoon om als variatie erbij te doen, weet je wel? 50% minder suiker. Er zit niet zoveel shit in, weet je wel? Het is best wel goed voor je ketchup. Ja, vooral tomaat. Het is beter dan de bittersausen. Ja. Dit is echt moeilijk. Hij eet nu eieren, pindakaas. En ik mag van mezelf nog niet eten. We gaan waarschijnlijk ook uit eten vanavond. Dat wordt erg leuk voor de voedingsvlog. Zo, je molt even meteen het deksel. Maar eerst gaan we na deze maaltijd trainen. En misschien nog een extra video opnemen over motivatie. Ja, ja, daar gaat hij hoor. Hij gaat door met eten. Hoppakee. We hebben net een video opgenomen. Deze wordt echt tof. Even wachten op mijn pakketje die zo meteen binnenkomt. En dan gaan we de gym in, eindelijk. Ik heb er zo zin in. Jij ook? Zeker weten, man. Mark rokt ook even een Pasadena broek. Heerlijke broeken voor fitnessers. Waarvan hun benen groeien, want dit is ook stretchstof, toch? Ja, een beetje stretch. Gozer, bedankt, hè. We hebben de workout gehad. Natuurlijk wordt er goed gegeten na een goede training. Dus richting het restaurant waar we all you can eat gaan eten. Ja, je hebt hier 4 dingen. Ik weet niet meer precies wat het achterste is. Burger King heb je daar. En dan heb je de KFC hier. We kunnen ook gewoon een bucket halen. Nou, we hebben tot 10 over 11 tijd, want dan moet ik mijn vriendin ophalen. Hoe laat is het? 7:30 bijna. We moeten een paar uurtjes eten, vrienden. Oh, genieten. Ja, dankjewel. Oké, kom. We halen 2 salam en 2 biefstuk. En dit is gewoon mijn eerste maaltijd. We hebben salam, biefstuk. En hij heeft kipsaté, rijst, oftewel nasi, nog meer kip en natuurlijk groentes. Chow mein noedels, broccoli, spersiebonen, champignons en natuurlijk kip. En het eerste bord is op. Zit je al vol? Goed zo. Ronde 2, man. Wat heb je gehaald? Ik heb tomaatjes, salade, kip natuurlijk en eend. Eend, oeh, heerlijk. Dat hebben ze hier hoor. En ik ben gegaan voor sushi. Even iets kouds tussendoor. Krab, salam, avocado. Omelet. Deze is met zeewier en met een stukje vlees erop. Volgens mij carpaccio. Komkommer met radish. Een gele wortel. Ik lust geen sushi. Nee? Nee, ik vind het echt vies. Ja, dat snap ik wel. Ik ben blij dat ik dat niet eet, zeg maar. Ik heb het allemaal leren eten. Ik lustte geen vis. Maar tegenwoordig gaat het er lekker in. Geniet ervan. Dit smaakt. 1 lamskotelet, 3 biefstuk. Dit is de no-go zone. No-go zone. No-go zone. Hier was Mark de hele tijd. Nee hoor. En weer ronde 3. Mark, wat heb je nou allemaal? Nou, het belangrijkste wat ik heb, water en geen frisdrank. Juist, dat is belangrijk. Nee, ik heb ei, bouillon ei, kip, biefstuk, boontjes, bosui, ei, taugé en 2 biefstukjes. Kijk, ja, jij koos voor 2 biefstuk, ik koos voor 1 biefstuk en wat lamskotelet. En ik pak daar alleen de mooiste stukken van. En hier hebben we garnalen, paprika, taugé, uien en bosuien. Eet smakelijk.
Yeah! En, je bent klaar hè voor vandaag? Ik ben bijna klaar. Ik ga nog één bord pakken, maar dan pak ik ook nog wat toetjes erbij. Niet te veel, maar wel een beetje gewoon om achtergrond een klein beetje cheaten, vind ik altijd. Ja toch? Maar niet te veel. En dan ben ik sloes. Dat is mooi geweest, hè? Ik ga nog eventjes door. Ik heb een bodempje. Ik denk dat ik niet ga overdrijven. Ik denk 1 of 2 borden. Ik heb nog wel zin in salm. En nog even wat andere mooie dingen. Maar ik ga creatief zijn. En wat fruit. Fruit. Ananas. En suikermeloen. En dan zie ik het wel. En er is ook schepijs. Ga jij ijs nemen? Nee, ik heb een hekel. Ja, ik eet niet zo vaak ijs. Nee? Ja, ik vind alleen de verleiding, zeg maar, dat is een lokale ijsboer, vind ik wel lekker om af en toe zo'n ijsje te pakken. Maar ja, de rest pak ik nooit toetjes, ijsjes of zo, behalve kijk, brownie vind ik goed wel voorbeeld. Lekker. Ja, brownie had je het net over, hè? Ja, dat vind ik wel echt lekker. Ga je die brownie pakken? Ik pak wel een brownie. Ronde nummer 4. Een groentemix, champignons, salm. En nog wat fruit erna. En wat heb jij allemaal? Ik heb 1 brownie. En druiven, eigenlijk de rest is hetzelfde. Ja, druiven en meloen en ananas. Lekker man. En hierna, klaar of nu? Ik ga nog 1 ronde. Laatste maaltijd. Tilapia, sliptong, chow mein, biefstuk, pak soi, Chinese kool, prei, courgette, baby mais. Heel veel groenten. En we zitten vol. Ben je ready? We hebben goed getraind en het lekker gegeten. En ja, wat wil je nog meer? De trainingsvideo op mijn kanaal, bitch. Juist. En natuurlijk goed slapen vannacht, dat je echt de muscles de tijd geeft om te recoveren. Dat is ook een mooi ding. Zeker belangrijk. Ja, ik heb zin in die video en ja. Wel thuis. Hey, was gezellig. Later. En ja. Zie je. Doei doei. Net even gepimpt, maar ik neem ook nog wat fruit, alsof ik niet genoeg vitamines vandaag heb genomen. Ik heb hier 1 banaan en 3 verschillende bosvruchten, framboos, bramen en blauwe bessen. Hierbij wil ik de vlog afsluiten. Bedankt allemaal voor het kijken. Ben jij nieuw op dit kanaal, kan je abonneren onder deze video en ik hoop je weer gauw terug te zien in mijn nieuwste video. I'm loving, I'm finding love.